iedereen van harte welkom bij het herdenkingsmonument waar we in een korte plechtigheid de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Een speciaal welkom aan de familieleden van Martin Butters, Chris van der Heijden, Jan van Dijk, Wim Oliemeulen, familie Manders en familie van Grinsven. Vandaag, 4 mei, herdenken wij iedereen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesoperaties. Daarnaast herdenken wij ook onze bevrijders die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend. Het is verworven. En vrijheid is kwetsbaar. De vrijheid die wij nu hebben is heel uniek. Ben daar bewust van. En blijf u inzetten voor de waarde van vrijheid. Geef vrijheid door. Allereerst zal nu Theo van Oosteren en pastoor Raaphorst het vredesvuur ontsteken. Mag ik de pastor en Theo verzoeken? Muziekvereniging Sint-Hubertus zal nu ons volkslied Het Wilhelmus ter gehoor brengen. Gelijktijdig zullen de Nederlandse vlag, de vlag van het Verenigd Koninkrijk en de Herpense vlag worden gehezen. Voorzitter van Stichting Herpenwoord in Beeld, Wild Koopmans, zal namens u allen een herdenkingswoord uitspreken. Hartelijk welkom aan alle aanwezigen en een speciaal welkom aan vertegenwoordigers van de gemeente, de dorpsraad, familieleden van de gevallenen en leerlingen van groep 8 die ons monument geadopteerd hebben. Vertegenwoordiger namens de militairen en vertegenwoordigers namens de bevolking van Herpen. De vrijheid die vanaf 1945 weer bestaat in onze omgeving, beginnen wij vanzelfsprekend te vinden. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Er zijn mensen voor gesneuveld. Zij hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. En daarom herdenken wij vandaag, tijdens de nationale herdenking op 4 mei, burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het vieren van de bevrijding, morgen op 5 mei, is een evenement dat grotere groepen aanspreekt. Maar de ceremonie van vandaag is daar onlosmakelijk mee verbonden. En daarom nemen wij vandaag tijdens de 2 minuten stilte de tijd om na te denken over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en hen die het vieren van de bevrijding morgen mogelijk gemaakt hebben. We herdenken diegenen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid, voor het herstel van de rechtsstaat en de democratie en voor het opbouwen van een internationale rechtsorde die vrijheid en mensenrechten respecteert. Al diegenen zijn wij dankbaar voor hun inzet. En op deze bijeenkomst hier in Herpen herdenken wij speciaal de slachtoffers die in Herpen gevallen zijn. Het meerjaren thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is Geef vrijheid door. De site van het comité geeft heel veel informatie en ik gebruik delen van de tekst van het jaarthema in mijn toespraak om jullie mee te laten nadenken over het jaarthema voor 2019 In vrijheid kiezen. Toch geeft onze traditie van samenwerken en overleg geen garantie dat het altijd goed gaat. In en rond de Tweede Kamer zijn veel plekken die getuigen van conflict, onderdrukking, angst en terreur. In de kelder van het Kamergebouw werden verzetsmensen die verraden waren opgesloten. En er is een kamer genoemd naar Gerrit Karstijn. Deze verzetstrijder sprong uit het raam tijdens zijn verhoor door de Duitse bezetter. Dat deed hij om te voorkomen
dat hij zijn kameraden zou verraden als hij gemarteld werd. Vanaf 10 mei 1940 veranderde het Open Huis van de Democratie in een gesloten nazi-bolwerk dat gericht was op het vernederen, isoleren, vervolgen en vermoorden van Joden, Sinti, Roma, communisten en andere groepen die niet pasten binnen de nazi-ideologie. Het open en vrije debat met ruimte voor al die stemmen en geluiden verstomde. In de handelingenkamer, dat is de plek waar alle mappen met verslagen staan, is een lege plank en die herinnert ons aan de periode 1940-1945, waar dat debat toen niet gevoerd kon worden. Als mensen heel geleidelijk een muur optrekken tussen groepen in de samenleving en wij dat gewoon gaan vinden. Democratie staat of valt met hoe wij als mensen handelen en zeker op momenten dat dat nodig is. Dit jaar vieren we dat het algemeen kiesrecht precies 100 jaar bestaat. We zijn ons bewust van de strijd die ervoor is gevoerd, met name door arbeiders en vrouwen, en bekennen de waarden die erachter schuilgaan, een gelijke behandeling. Ongeacht geslacht, afkomst of religie, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtspraak en respect voor minderheden. In vrijheid kunnen kiezen moedigt aan om zelfstandig te denken, om je als individu goed te informeren, je een mening te vormen en om je kritisch te verhouden tot de zelfgekozen volksvertegenwoordiging en regering. Het vraagt en stimuleert betrokkenheid. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het algemeen kiesrecht is de basis, het fundament van onze parlementaire democratie. Dat wordt herkend en erkend door heel veel mensen. En we kunnen ons gelukkig prijzen met een hoge opkomst tijdens de verkiezingen in Nederland. Maar op een fundament moet je bouwen. Het bouwwerk dat erdoor gedragen wordt, dat blaast er leven in. Mevrouw Madeleine Albright heeft een boek geschreven, Fascism, a Warning, Fascisme, een waarschuwing. En dat, in haar boek schrijft ze dat democratie veel meer is dan een systeem. Ze noemt het een manier van leven, een permanent gesprek. Dat maakt van een democratie niet zozeer een gegeven, wat er altijd is, maar meer nog een opdracht. Elie Wiesel, een overlevende van Auschwitz, heeft zich veelvuldig uitgelaten over het gevaar dat schuilt in zwijgen en wegkijken. Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En het tegenovergestelde van vrede is onverschilligheid jegens zowel vrede als oorlog. En daarin zit niet alleen een bittere les ten aanzien van het verleden, maar ook een opdracht voor de toekomst. Onze democratie komt met een verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft, maar ook vraagt, namelijk om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te debatteren, meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven om in de schoenen van een ander te gaan staan en met de ander begaan te zijn. Dat is haar en mijn wens voor onze democratie en onze vrije, open samenleving. Dat we er heel bewust onderdeel van zijn. Dat we niet wegkijken, niet onverschillig zijn. Nooit meer wennen aan een beeld van een groep mensen, ondanks de felle zomerzon in dikke truien en jassen, met de angst op hun gezicht, wachtend op deportatie. Word alstublieft nooit onverschillig. Dank jullie wel. Het is 8 uur, dus tijd voor 2 minuten stilte. We beginnen nu met de kransleggingen.
Bij elke kranslegging zal Sint Hubertus een handtune ten gehore brengen. Allereerst namens de familie van de gevallene mag ik Adriaan Tonen en Nol Sengers verzoeken de krans te leggen. Mag ik Jesper Buters en Sarah de Klein vragen een bloemstuk te leggen? In die periode ook een eigen gedicht geschreven. En in één gedicht wordt vandaag voorgelezen. En ik wil graag Yara Veld vragen om hier haar gedicht voor te lezen. Oorlog. Oorlog. Geluiden van bommen en geweren en meer. Alles maakt me bang. Samen in een schuilkelder met mijn familie hopen dat ze ons niet vinden. Wachten tot de dag van de vrijheid, die niet lang meer zal duren. Maar toch ben ik bang voor alles om me heen. En daar is de dag. We zijn vrij. Namens de inwoners van dorpsraadsgebied Herpen aan Wim van Geffen en Piet Wagenwakers het verzoek nu een krans te leggen. Namens de gemeente en de dorpsraad leggen gemeenteraadslid Dolf Warres en de voorzitter van de dorpsraad Wildehoog nu de krans. Namens de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers en dienstplichtige militairen wil ik vragen of Tom van Leeuwen een bloemstuk wil plaatsen. Nodig ik gemeenteraadslid Dolf Warres uit voor een toespraak namens de gemeente Os. Lieve mensen, u hebt al eerder gehoord vanavond in een eerdere toespraak en velen van u hebben het vroeger geleerd in uw geschiedenisles 1917 algemeen kiesrecht. En ik moet u vanavond zeggen, dat klopt niet. De helft van de volwassenen mocht nog niet stemmen. Pas in 1919 kregen ook vrouwen stemrecht. En dat is dit jaar 100 jaar geleden. En waarom is dat belangrijk op een dag als deze, tijdens een dodenherdenking? Natuurlijk omdat we als burger met onze stem invloed kunnen uitoefenen op de samenleving waarin we leven. Maar ook in een democratie moeten we niet stilzwijgend groepen mensen vergeten. Vanavond herdenken we de Tweede Wereldoorlog. Ons land heeft toen sterk ervaren wat vrijheid is. De bezetter bepaalde wat er moest gebeuren. Als je arisch was, heteroseksueel en niet kritisch, had je de grootste kans om het te overleven.
alles moest wijken voor de Duitse belangen. Er was geen ruimte voor minderheden. Er was geen ruimte voor een afwijkende mening. Beslissingen werden door anderen genomen. Niet alleen voor onze eigen belangen, maar ook voor die van de ander. Nu en in de toekomst. En hoe belangrijk dat is, beseffen we pas echt als we stilstaan bij de slachtoffers van een beestachtig regime. En bij de offers die diegenen brachten die hun eigen leven gaven voor de samenleving waarin anderen kunnen opgroeien. Laten we daar elk jaar stil bij blijven staan. Ik wil graag Diana Koopmans verzoeken om een gedicht voor te lezen voor de gevallenen. Eén keer vaker, van Maureen de Witte. Eén keer vaker kijken naar de foto aan de muur van mijn opa in het uniform, strijdend voor mijn vrijheid, ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden dan dat je werkelijk kon. Strijdend tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Eén keer vaker liefhebben, hen die ons zijn ontgaan, opdat de herinnering blijft leven, opdat we niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker.